Wat? Wat? Poor old Gale. Dat is een bowglitch. Ja, fuck, ik ga maar van mijn telefoon af. Ik dat wapen zuigt, ik zou die echt niet gebruiken. Pak je toch niemand mee. Hoe? Dit is een bowglitch, hè? Ja, yeah, I know. Weet je nog toen we dachten dat het El Grande Patapon was, maar hij was het? Oh ja. Dus dit is een bowglitch, dat is één ding wat we zeker weten. Er liggen allemaal signs, maar ik kan niks zien. Oh, nou wel. Wat raak je? Die kerel. Gebruik nog geen... Wat? Heb ik... Tears of Night, ja. Ja, oh ik niet. Ik ben het niet slim aan het doen allemaal, moet ik zeggen. Misschien ga ik switchen, ja. Waar staat Exile? Lucky son of a bitch. Maar weet in ieder geval dat hij wel zijn bowglitch kan gaan gebruiken. Ja, zo keep. Ja, leuk. Oh, die Killfrill of zo, die heeft ook dingen opgedaan. Als hij dat doet, gaan we maar blokken. Ja. Dan doet hij eerst dat aan de andere kant op staan. Daar ga je. Hij denkt van fuck die faggot, de nap, ik had hem bijna en dan gaat hij stoer doen. Ja, hij had me niet bijna, maar hij deed in ieder geval wat damage. Wat? Ja, kom maar. Retournee. Die Skydrinker fight is echt slecht, jongen. Correct. Maar nou denkt hij, ha, got him on the run. Dan wordt Aristocrat gekillt. Oh my god, ik zweer het. Aristocrat, wat is dat ook alweer? Serieus? Ja, hij is dood. Van de nobiliteit vroeger. De hogere klasse. Oh ja, een Aristocrat, ja. Ja, ik dacht al dat het iets met wealth te maken had. Serieus, tegen hem. Ja, maar hij was ook niet goed, want hij gebruikte fucking... Oh, ik doe het wachtwoord terug. Wie? Nou, laat maar. Ik kan gelijk summonen. Je hebt vast gezien dat ik ondertussen even Skydragon fight heb gekillt. Ik denk dat ik een glitch gevonden heb. Wat? Ik doe mijn wachtwoord terug en in één keer kan ik shit summonen. Ongelooflijk. En nou doe ik... Nee, ik deed mijn wachtwoord... Dat zei ik toch? Wachtwoord terug, zei ik dat? Ja, hè? Ja. Ja, toen ik dat deed, toen in één keer popte summons omhoog. Er is geen invader, hè? Wat doe je? Was Skydrenger fighters er nog? Ik heb die al lang gekild. Wat, wanneer? Net, ik zei al, je hebt vast gezien dat ik Skydrenger fight heb gekild, maar toen begon je met dat wachtwoord. Ja, daarom heb ik dat dus niet gezien. Ik heb niks gezegd, maar als je dat op mijn video ziet, dan zou je echt lachen, denk ik. Want, weet je wat ik deed?
Het was heel erg weinig moeite wat ik ervoor hoefde te doen. Mooi. Hallo? 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 Dus oh, je viel even weg. Dus wat ik deed was, ik plunged hem. Oh, nou, hij was, en die plunge deed 1000 damage, hij was gelijk dood. Ja, hij heeft niet veel HP, nee. Dat is waar Aristocrates tegen dood ging. Ja, maar ja, ik vind het groot gelijk, want hij gebruikte... Hij gebruikte toch maar dingen. Scheidrengenfeit denkt volgens mij wel dat hij goed is, als je hem zo ziet. Oh, ik doe hij een denk, verre rol, kijk mij! Ik ga niet nog een keer geplunged worden! Mike Bell, serieus. Fucking Red Dead Redemption fanboy. Waarom leeft deze nog? Jij bent de enige die hier vooruit is gegaan, dus... Dat is niet in range, maar oké. Okay. Het zal allemaal wel een kankerachtige kankerspel laten doen. Een domme kut van overkomen. Yep, twee helden van een invaders weer. En Skydanger Fight, die denk ik ga nu echt heel voorzichtig doen, want anders ga ik weer dood. Is nou alleen ik hier, oh, serieus? Waar ben jij? Waar zijn jullie? Ja, waar ben jij? Ja, ik ben toch al lang beneden. Oh. Ik zie je nog steeds niet, maar goed. Ja, ik ben de trap opgegaan. Oh. Is iedereen naar het midden gegaan, terwijl ik telde toen. Ja, wist ik veel dat het al klaar was. Maar klopt wel, ik ging naar midden. Ja, dat maakt niet uit. We missen ook nog iemand anders. Hij is jongen, echt... Deze kom exen niet zijn zo kankers geven. Fucking hell. Fucking kanker, kut crew dagger, hoe de fuck dat ding ook heet. Yep, Skydringer Fight heeft niet zoveel succes bij ons altijd. Die heeft volgens mij nog niet één keer succes gehad. Nee. Maar dit is ook de eerste keer volgens mij dat ik hem echt heel erg hard heb zien tryharden. Dat was wel echt heel overdreven nu. Volgens mij, ik dacht altijd dat hij. Ik dacht nooit dat hij zo erg was. Nou verdienen die zeker wel de dunk bij. Ik raak hem nog. Wat? Dat was een backstab, come on, fucking game. Got you, bitch, ik heb hem geparried. Wel. Hoe? Net niet. Wat? Deze afrekenen voordat we geswarmd worden. Lizard. Wat? Kom maar, dat was goed getimed. Oh, achter je. Yes, sir. Oh, lucky dat ik er voorbij ren. Winter is geraakt. Kanker Herald. Ben jij in de corridor? Ja, ik kom wel terug. Hij komt. Ik
keer uit je leven. Niet echt. Waar is die ander? Ik weet niet. Trouwens, waar is de fucking hollow? Ja. Ik weet niet, hij is pleiten. The fuck? Sneaky hoor. Nice try. Oké, ik weet niet. Oh, daar is hollow, hè? Hè? Wat? Ja, fuck. Wat? Knap hoor. Nee, kom maar, Leeway. Vanaf hier leven ze. Deze ook. Ja, maar die tel ik nooit mee. De Herald denkt van. Of Ring Knight denkt van. What's going on? The part where this is my problem. Correct. Whatever life holds in store for me, I will miss the part where that's my problem. Nee, ik heb die irritantste gekillt. Ja. Oh, het is een 2v2. Shit, moeten ze redden, denk ik. Intervening time. Tanksters! Dat was wel genaaid, ja. Shit, we zijn de minderheid! Run away! It's getting out of hand. Now there are four of them. Waarom gaat dat naar de... Oké. Dankjewel dat niemand dat tegenhoudt. Ja, oh ja, ik wist niet dat je dat... Wat was je aan het doen? Ik zag er niet op te kijken. Healen. En die kerel ging voor mij, kon je ruim zien aankomen, maar niemand deed wat. Nee, mijn camera was gedraaid. Dat zag het niet. Maar die andere twee deden ook niks. Heroes. Ja. Fuck. Oh, ja hoor. Is het, ja hoor. Gefeliciteerd. Het zat er dik in. Bloedtuin. Held van een teamgenoot. Die hollow gaat ook zo meteen dood. Ja. Dit is zeker niet zo goed team als de net. Laten we daarop houden. Ja, zag je dat? Maar die had raak kunnen zijn, maar... No way, hij was net... Oké, hoe raakt dat mij? Vriend, hoe de fuck was dat mis? Kankerzwaard, mijn zwaard was gewoon raak hoor. Dit is leuk, dit spel, joh. Leuk, heen weer, heen weer, heen weer, heen weer. Op een of andere manier raakt die hitbox daarop klopt niet op die wapens. En Hollow is gebackstabbed. Uiteraard. Oh, net de verkeerde kant ging hij op. Fucking opportunisten, jongen. Ah, dat was mis. Ik ben net geblokt. Ging naar beneden. We hebben een blue, we hebben Dylan! Geen Ashen meer. Ah, kak.
Het doet echt zo weinig damage, die wapens. Kijk. Het is zo vermoeiend. Sturf helemaal niks. Blue, we pakken de blue, denkt hij. En de blue is dood, denk ik. Ja, zo goed als. Die Michael Bell, jongen. Of Mika, weet ik hoe je het zegt. Red Dead Redemption naam is dat, van Red Dead Redemption 2. Die kanker me gewoon gebruik ik heel tijd van die fucking Hunter Charms dat ik niet kan healen. Die Blue heeft dus een Death Wish show te zien. Ja, dus stuur hem weg. Snel. Doe je dat ook alweer? Wacht, hij komt terug. Hij komt terug. Mages. Dat is voor die Blue. Die Blue loopt ook zo nonchalant, hè. Hij is gewoon gekild door de Judicator, serieus? Nou, dat heb je, hè, als je een naam met Dylan heet. Dylan. Daar valt hij gewoon voor, serieus. En ik ben gegrabbed. Ik kan geen fucking point down doen. Ja, maar ik wil point down doen. Ik weet het. Ik weet het goed. Hebben we boven al gedaan? Nee. Oké. Serieus. Hollow is niet altijd intelligent bezig. Nee, Hollow wil toch gevecht. Oh! Wat doet hij nou? En hij mist de fucking riposte. Wat een fucking blunder. Cancel! Die naam zegt doet me niks. Die naam zegt me niks, maar. Wat een blunder, jongen. Mist hij de riposte. Wat? Oh! Wat? Nee, ik sloeg op een kleintje en dat kleintje ging de muur in, waardoor ik hem daarna niet kon raken, raakt hij mij. Ja. Duivelse muren. Mijn kettering aandoen. Kijk. Ze zitten niet achter ons, zo gezien. Let them come. Oh ja, daar zitten ze allebei. Maar ze zitten achter ons. Oh. Beneden. Ze kunnen die glitch gewoon doen dat ze niet naar boven kunnen komen. En dat ze gewoon naar boven kunnen komen. Hmm. Oh, ze hebben die ring aangedaan dat ze niet kan zien. Correct. Maakt toch geen kut uit, want op een deur zie je ze toch. Oh nee, eentje heeft hem niet aangedaan. Oh. Oké. Okay. Ah! Oh! Gevaarlijk. Pussy spel, jongen. Bye bye. Niet die ring knights? Nah, fuck dat. Misschien kunnen we hem ermee beten. Maar... Hij komt toch niet. Ja, dat klopt. Zeker niet in zijn eentje. Jongen, ik durfde te wedden dat hij zijn hartslag omhoog ging toen hij mij raakte met zijn pijl, jongen. Ah, nou is hij dood.
Dubbele kill, dacht hij al. Nou, hadden we de rand af. Ja, nou is het klaar. Toen dacht hij... Toen zonk, ik heb gewonnen. Toen zonk zijn hart in zijn borst gewoon van... Nee! Ze hebben kettering! Ik draai mijn camera even heel gauw. Holo gaat weer heel slim doen. Oh, er spont een andere op de... What the fuck? Waarom gaan deze van mij? Links van jou, links van jou. Ga van mij. Vreemd. We hebben een sleeve naar Gale tryhard. Where are the fucking blues when you need them, jongen? Ik zweer het. Dit is echt een saaie run op deze manier door die kut invaders. Jongens, zie ze zielig doen daar zo. Kijk, we hebben de Judicator, dat is eerlijk. Oh. Raakte je dat? Nee, dit is niet echt een leuke run. Ah, come on, hoe was dat mis? Jongen, het is 3 tegen 2. Durven ze dan nog niet? Het is maar eentje in de meerderheid. En die holo telt niet echt voor iemand, dus. Nee, hoe? Ik durf echt helemaal niks. Ja, ik naar de bos gaan. Kan. Dit is een run van niks, schiet niet op. Ja, dit schiet echt niet op. Zo meteen Hollow has died. Zo met z'n 4 waren hadden we wel gewoon door kunnen gaan, maar ja, met z'n 3. Zeker met Hollo, die waarschijnlijk dood gaat gelijk als je verder gaat. Oeh, daar had ik hem kunnen hebben, maar hij dodgde net naar voren. Hey, de Blue heeft zijn shit. Nou ja, nog niet, maar. Ja, klopt, ja, hij heeft hem net gekregen. Ja. Ja, oké, nu kunnen we wel verder. Voorlopig. Deze invader is zo'n pussy. Hij durft helemaal niks. Met z'n tweeën durft hij al niks. En in zijn eentje helemaal niet. Het verbaast me dat hij geen obscuring erin gebruikt. Die Blue is dood. Ik heb hem even gepoint down nog. Kill the Judicator. Wat heeft hij gedaan? Ja, ik wacht nog een invader achter ons. Holo heeft het net overleefd. Ja, dat doet hij heel slim. Zo, hij is greedy. Wat een mogol. Dat was echt heel dom. Ja, hij had er volgens mij geen zin in om het lang te maken deze keer. Wat? Je raakt hem nog ook. Correct. Nou, fuck die linker. Spelen met ja. De boog has been played. Ja, ja. Want we hebben hier lang genoeg gewacht door die kut invaders. Wel eventjes die preachers in de buurt killen. Hmm.
Hoeveel heeft hij daar wel niet van? Je kan er maar 5 van bij hebben. Kijk hem dan, de opportunist. Ja, echt een held. Boegbeeld van heldhaftigheid. Ja, klik naar lekker mis. Eindelijk, fucking dit ook point down, jongen. Met zo'n naam, dan moet je ook al bagger zijn. Zometeen. Hotmail! Smack. Nice. Ach. Crack. Uh-oh, I'm out. Ja, thanks. Uh-oh. Zo. Uh-oh. We gaan niet gekilled worden, fucking nice nu, jongen. Ik zat stuk op die fucking rand daar. Hij heeft echt een hekel aan jou. Haha, zo'n opportunist. Oh, nu denkt hij, ja, laat me zitten. Ik ga toch maar voor die nap. What the fuck is met die kleintje? Oh ja, al die peaches leven nog. Hield. Ja, correct. Dan zijn ze gedwongen om nog te vechten. Het zijn net invaders eigenlijk. Zolang de grote mobs leven... Correct. Dan durven ze. Nou, toch weer succesvol, hè? Duurde even, maar succesvol nonetheless. Ja, ik had er al bijna geen zin meer in, omdat ze zo fucking lafaardig speelden. En hoe? Ja, ze deden even niet lafaardig, hè? Ze deden wel... op een stukje, toen we net voorbij die heralds waren, deden ze daar wel heel de 2v2. Ja, toen ging die fucking ja, maar dat waren twee fucking... Het komt alleen omdat ze bagger waren. Als ze goed waren, hadden we ze waarschijnlijk ook niet gedurfd. En nog konden ze niet killen. Een veder wil be een veder. Ja, Vader zijn ook een poesies, jongen. Ik bedoel, eigenlijk zijn... Misschien zijn ze ook niet zoveel beter als van die Blues of gewoon teamgenoten. Ze weten alleen dat ze niet extreem agressief moeten gaan, anders gaan ze er gelijk aan. Ja. Maar ja, agressief kan af en toe ook handig zijn. Maar het ligt eraan, je moet dat goed interpreteren en timen. Waar is die hollow? Oh, die keek achter me heel de tijd. Ik kan eens zeggen. Hoe die hollow nog leeft, ik weet het niet, maar hij gaf een dunkpij aan die fucking laatste faggot, dus ik mag hem wel. Of een dunkpij, een point down. Waarschijnlijk vanwege het feit dat hij gewoon zo'n pussy was. Correct. Want hollow ging er gewoon op af. Hollow had geen... Hij had niks te vrezen. Hij dacht gewoon avant-garde. Ja, maar dat is misschien een beetje dom, maar goed. Even blue uit. Heeft in ieder geval wel meer ballen dan die fucking invader, ja. Man, hoe? Summons hebben meestal meer ballen als invaders. En we hebben nog heel het spel te vechten. Correct. Het is grappig, hè? Je zou verwachten dat degene die alleen waren meer ballen hebben dan degene die in de gang gaan, maar nee. Wat is dit? Dit is die sessie dat ik Skydragon fight heb geplunged, toch? Dan is het maar goed dat we hem afgemaakt. Correct, dat is hem, ja. Ja, dan is het maar goed dat we hem hebben afgemaakt. Ja, dat dacht ik even niet aan. Ik hoop echt binnenkort nog op een part 3 van de... Legend of Deathstalker Ray. Nee, oh, Bow Sentry. Ja, dat komt vast nog wel een keer. Dat is zo... Die shit daar is het meest hinderlijks voor invader, want ze kunnen er bijna niet voorbij. Vooral als ze met z'n drieën er staan. Nee, ik vond die tweede nog het best eigenlijk, omdat we hem gewoon 3 keer achter elkaar, net als die opkomt van de grond, klopt, raken. Ja. 3 keer achter elkaar. Die kerel zal echt gedacht hebben van... Wat? Lul! Hij stond gewoon 3 keer net op en 3 keer wordt hij gelijk geraakt. Ja, maar dat was dom, man. Hij had gewoon makkelijk kunnen time dodgen of ons in de gaten houden, maar wonder boven wonder. Ja, hij was een beetje aan het paniken. Dat deed veel schade. Maar hij had ook aan die rechterkant kunnen blijven, want je zag bij dat laatste schot van mij dat ik hem leadde, omdat ik wist dat hij naar links zou dodgen. En dat deed hij inderdaad. Die eerste was eigenlijk wel een beetje mis, als je dat in slow-mo doet. Dan raakt het, gaat net langs zijn linkerarm eigenlijk, maar goed. Raak. Great.
Jouw boog kon ik niet zo goed zien natuurlijk. Nee, maar je kan het zien hoor. Incorrect. Je kan je zien schieten, maar je kan de lijn van je boog niet zien. Dat kun je alleen bij die van jezelf om de een of andere. Oh, ja, dat snap ik. Want jij raakt hem één keer en ik twee keer. Ik denk dat ik binnenkort op pijn en boogles ga. Want ik heb pas geleden pijn en boog geschoten. Dat was echt fucking leuk. Ik zat zo bij zo iemand in... niet zo moeilijk. Ik ja, zo... Oh, zo, dit was raak. Ik zat bij zo iemand in de klas die daar een expert van was. Van was of is? Ja, is. Die deed dat gewoon. En die had er ook prijzen mee gewonnen of zo in Brabant met boogschiet. Oh, leuk. Krek. Ik hoef geen prijs te winnen. Ik vind het gewoon leuk voor mezelf om lekker om een pijl te schieten. Hij zei ook iets van, ja, dat wat je in Robin Hood ziet en zo, dat ze zo'n pijl splijten door een andere pijl precies op dezelfde plek te doen. Dat is helemaal niet het moeilijkste wat er is. Ze doen net alsof dat echt iets geweldig moeilijks is, maar dat valt wel mee. Ja, ik denk dat, ik snap dat hij dat wel kan zeggen dat niet het moeilijkste is, omdat hij waarschijnlijk weet, omdat hij waarschijnlijk makkelijk op dezelfde plek achter elkaar kan schieten. Maar voor een beginner is dat wel moeilijk hoor, heel veel. Waarschijnlijk. Ja, het is ook niet alsof ze in de film zeggen van dit is het moeilijkste wat er is, maar misschien een beetje impliceren. Ik zou niet weten wat het moeilijkste is. Ja, hij zei het nog, maar ik weet niet meer. Het zal wel een manier waarop zijn schieten. Of een verte schot of zo. Ja, maar ja, goed. Verte schot kan net zo moeilijk zijn als een twee pijlen in één plek. Nee, het was niet iets met afstand volgens mij. Misschien... Jezus Christus! Painting Guardian sloopt jou. Zo. Ja, Rampage Painting Guardian. Nee. Oh, ik dacht dat ze gingen fucking Sunlight. Oh, nou, nu gaan we Half-Light redden. Makkelijk. Goed gedaan, Holo. Perfect.